Okay. Awesome. Dit is voor ons een hele blije dag, ja. Het was natuurlijk heel ellendig om mee te maken dat bijna 2 jaar geleden plotseling een gat werd ontdekt, of werd geslagen eigenlijk, in een van de stalen roedes. Ja, en dan, je moet, wat gaan we doen? Nou, het heeft 2 jaar geduurd en we willen dat ook degelijk oplossen. En vandaag is het de dag. We moeten niet in de war raken zelf. Nee, dat doen we ook niet. Zeker een dure operatie geweest. Het, heeft, het gaat ons 64.000 euro kosten. En het is een... Het is iets extra's wat erbij komt, want je krijgt natuurlijk subsidie voor het onderhoud. En dit heeft niks met onderhoud te maken. En uiteindelijk hebben we die 64.000 euro bij elkaar kunnen krijgen. Naast veel fondsen ook lokaal veel steun. Lokaal veel steun. En daar, vooral dat laatste, dat was een hele grote steun in de rug. Met een huis aan huis, met de collectebus langs, heeft 3800 euro opgebracht. En dat was voor ons een ontzettende steun in de rug. En daar zijn we heel erg blij mee. Mooi gezicht, hè? Ja. Ja, zeker. Prachtig. Het is helemaal emotioneel. Ja. En wat maakt het zo emotioneel? Nou, omdat je al 3 weken zag en nou weer 4. En ja, daar hebben we toch allemaal naartoe gewerkt om weer 4 weken te krijgen. Dan is de volgende stap draaien. Wanneer gaat hij weer in vol ornaat aan de gang? Ja, het zou mooi zijn als het met de molendagen 11 en 12 mei zover is. Maar ik heb de afspraak met de molenmaker, we gaan ons niet haasten. We willen liever dat het goed in orde komt en kwalitatief klopt, dan dat het een haastklus gaat worden omdat we willen draaien. Dat draaien komt wel, dat kunnen we daarna nog heel lang doen. Dus ik hoop over 2 weken en misschien is het net iets later.